achterbanken met het geld. Dit ik in mijn vakken, heb je wakker voor mijn geld. Dit ik in mijn vakken, bouw branden in de hel. En ik had er kunnen voorkomen. Wordt achtergesteld en in mijn voorkomen. Ze denken dat dit dingen niet voorkomen. Vraag af wat ze mensen er voorkomen. Zijn gerecht, ik verklaar is niks. Het doek in de pijl is het water dicht. Denk je dat je big best wagen dicht? Dan weet je zelf ook wel voor hoe laat het is. De regisseur wordt de regisseur. Laat het nice klinken, dat is een semineur. Maar ze werken dus op je zenuwen. En geef je de schuld als een crediteur. Kan de pers niet meer aanzien. Vraag steeds om een rectificatie. Maar zo werkt het helaas niet. Zit straks aan de stressmedicatie. Geweld door politie wordt niks aan gedaan. Maar ik moet wel met justitie. En alle politieke vreemd van de NOS zorgt niet voor een heldere visie. Zelfmoorden, telkens koppen van rel. Schoppers op zenders stroppen. Nelsons werd ook gezien als een... Zit nu in een helder positie. Geschiedenis herhaalt zich. Tot de massa het niet meer normaal vindt. Ik kan alleen niet wachten tot de massa snapt dat het niet meer normaal is. En daar gaat het om. Propaganda voelt de demonstratie op. En activisten worden zwaar gelokt. Maar de moordenaars gaan op betaald verlof. Een heel onderzoek naar een nekklem. Zij worden niet gestraft in je snelrecht. Wij worden wel gestraft in je snelrecht. Ja, even stil, hè? Even emotioneel, hè? Ik voel het in mijn keel. Lieve mensen, voor deze middag hebben er meer dan 40 organisaties... zich solidair verklaart. Dat is enorm veel en dat belooft ook heel veel voor de toekomst. Ik wil er toch een paar noemen. Niet allemaal, dat gaat niet, want het duurt te lang. Maar even een paar. Euro-Mediterraan Centrum Migratie en Ontwikkeling. Nederland Bekend Kleur. Platform Stop Racisme en Uitsluiting. De Nieuwe Universiteit. Piratenpartij. Beste mensen, iedereen die in Amsterdam solidair is met deze bijeenkomst, krijgt van ons het woord. Stop deze provocatie alsjeblieft en laat Marjolein Moorman haar woord doen. Lieve mensen, Amsterdammers, Nederlanders, lieve meneer, lieve vrouwen, ik ben hier om te pleiten voor saamhorigheid. Dus laten we het alsjeblieft samen doen. Laten we hier een boodschap uitdragen dat we het in Amsterdam samen doen. Want mensen, dat is waar we voor staan. Saamhorigheid. Tegen uitsluiting, tegen discriminatie en daar sta ik ook voor. We staan hier bij de dokwerker. De dokwerker is het symbool. Het symbool, lieve mensen, tegen fascisme, tegen uitsluiting, tegen discriminatie. En dat is waar ik van de Partij van de Arbeid ook voor sta. Mijn woordje laten zeggen, want er is voor één ding geen ruimte in deze stad. Iedereen mag in deze stad zeggen wat hij wil, vinden wat hij wil, maar er is voor één ding geen ruimte en dat is onverdraagzaamheid. En ik vind ook hier, met al deze mooie mensen, hier op het plein, moeten we ook geen onverdraagzaamheid hebben. Moeten wij samen strijden, met z'n allen, tegen de Megida-aanhangers daar, want die staan voor uitsluiting, die staan voor. Wij staan voor saamhorigheid. Wij staan voor elkaar. Wij staan voor de stad. Wij staan voor liefde. Dank u wel. Mensen, even een belangrijke mededeling, want er is een kind ziek. Alsjeblieft, even stil. Er is een kind zoek. Oké, kind. Marokkaanse Vrouwenvereniging Nederland. Comité van Waakzaamheid. Vrouwen in het schilders bevechten. Maar de strijd tegen racisme kent vele fronten.
Wij kunnen niet accepteren dat mensen geen werk krijgen vanwege hun achternaam. Wij kunnen niet accepteren dat mensen verketterd worden om hun kleur. En we kunnen niet accepteren dat godsdienstvrijheid maar voor een enkeling geldt. Door hier te zijn, door vandaag hier te zijn, zeggen we dat we dat niet accepteren. Uitzicht. Ik ben zo blij dat er zoveel mensen van zoveel verschillende organisaties vandaag samen zijn gekomen om een stem te laten horen tegen racisme en voor vluchtelingen. Ik wil met name alle vluchtelingen die er vandaag zijn welkom heten. Dank jullie wel dat jullie hier staan om ons te helpen Nederland beter te maken. En we doen dit zoals gezegd in een lange Amsterdamse traditie van verzet tegen nazi's. Helaas kunnen we op hun landelijke partijen niet rekenen. Op de gevestigde politiek kunnen we sowieso niet rekenen in de strijd tegen racisme en het verdedigen van vluchtelingen. We kunnen er ook niet op rekenen dat zij hun mensenrechten zullen beschermen. De Nederlandse regering werpt tenslotte bommen op Syrië. En Diederik Samson van de PvdA wil vluchtelingen in een boot terugschepen naar waar ze vandaan kwamen.